Ik ga heel kort een introductie doen, maar het hem vooral zelf laten vertellen. Tycho is geoloog van opleiding, maar is ook woordvoerder bij Bond Beter Leefmilieu. En die combinatie van de exacte wetenschappen en een communicatiefunctie maakt hem natuurlijk heel geschikt voor onze lezing. Maar het is vooral interessant omdat hij het beleid ook effectief bereikt. En als expert circulaire economie en industrie heeft hij echt wel al gewogen op een paar pittige dossiers, durf ik zeggen. Onlangs bijvoorbeeld weer in het kader van het PFOS-schandaal. En dat doet hij vaak ook in samenwerking met middenveldorganisaties en dergelijke. En wie hem al kent, of misschien googelt, die las vast al wel eens een stuk in De Morgen, Knak, De Tijd. Ik vergeet misschien nog een paar kanalen. Vandaag focust hij er dus op hoe je als wetenschapper erin kan slagen om impact te hebben op het beleid. Een oefening die denk ik in veel disciplines en onderzoekscontexten niet evident is en frustrerend kan zijn. Maar hoe hij dat precies doet, daarvoor laat ik het woord aan hem. Als je vragen hebt op het einde van de sessie, is er zeker ruimte voor jouw vragen en voor een discussie. Je kan die gerust tijdens de sessie al in het Q&A-venster zetten en dan volgen we die op. En dus, moest er toch iets fout gaan in het zien van slides of iets dergelijks, geef ons zeker een seintje in de chat. Tycho, ik laat het woord aan jou. Bedankt, Helene. Goedemiddag, allen. Dus ik ben Tycho van de Wart van Bond Beter Leven. Ja, ik weet niet of de mensen eigenlijk de milieubeweging kennen, maar dus, ja, we zijn eigenlijk de koepelvereniging. We hebben een 130-tal leden en wij werken rond een aantal transitiethema's en meer specifiek zijn de mijnen, industrie en circulaire economie. We proberen het beleid daardoor op die thema's waar we op werken te stuwen. En ja, ik ben een wetenschapper. Ik denk, in het zesde leerjaar wilde ik graag iets doen met exacte wetenschappen, vooral iets rond de ruimtevaart, maar ook in de chemie, eigenlijk labonderzoek. En gedurende de aardrijkskundelessen is mijn interesse wel een beetje gewisseld richting het planetaire systeem aan zich, het systeem met grote aandacht ook voor evolutie en paleontologie. En toen ik mijn thesis aan het schrijven was, had ik wel zo het gevoel van ik mis hier wel de maatschappelijke link in deze studie. Dat is misschien een probleem dat heel wat studierichtingen kennen aan de universiteit. Maar ik heb toen wel een thesis gedaan, eerder op milieuonderzoek, milieueffecten, dan de pure geologie. En dus ik vind dat wel altijd belangrijk als er vanuit die wetenschap ook die maatschappelijke topics wordt aangeraakt. Ja, vandaag de dag gebruik ik mijn wetenschappen of zo op een andere manier. Ik probeer vooral papers te lezen en die dan te gaan omzetten naar beleidsaanbevelingen. Dus dat is op een soort andere manier, zou ik maar zeggen. Goed, vandaag heet het hoe kan je als wetenschapper het verschil maken? Ik ga vooral vertellen vanuit mijn huidige functie hoe dat je dat aanpakt. Ik ga ook een aantal cases geven straks. Maar ik zal altijd terugkoppelen naar hoe kan je dat doen als onderzoeker ook. Dus er gaat veel over milieu en industrie en circulaire economie gebabbeld worden, maar probeer het ook met een blik te bekijken vanuit een andere discipline. De foto die ik hier heb gekozen kan dienen als inleiding. Het is eigenlijk mijn naamgenoot Tycho Brahe, ook een exacte wetenschapper, een astronoom, astroloog. En dat is een muurschildering van een kwadrant. Een kwadrant is een soort van meetinstrument om wat observaties te doen van sterren. Die eigenlijk gemaakt is in Uraniborg. En dat is het eilandje tussen Denemarken en Zweden, een 30-tal kilometer van Kopenhagen-Malmö. Helemaal afgelegen van de wereld. En ja, daar hebben ze eigenlijk speciaal van voor hem, voor Tycho Brahe, een sterrenwacht gebouwd, een observatorium, om daar nieuwe waarnemingen te doen. En ja, ik zeg het, hij was helemaal afgesloten en toch moest hij communicatie of correspondentie verrichten met andere wetenschappers. En dat was eigenlijk één, om andere waarnemingen door te krijgen over de stand van sterren, maar ook over de maan. En anderzijds was het ook om een consensus te bereiken eigenlijk in de wetenschap, in zijn discipline. Dus ja, dat was eigenlijk een manier om zijn argumentatie te verspreiden en ook de argumentatie te horen van andere wetenschappers en om die consensus uit te bouwen. Ik vond dat wel een mooie anekdote over onderzoek en over communicatie eigenlijk. Want vandaag hebben we wel de middelen om makkelijk tussen elkaar te communiceren. Ik denk dat consensus vandaag de dag in de wetenschap of in het onderzoek toch wel via conferenties, congressen, seminaries kan worden gezocht. Maar ook online. We vinden elkaar op ResearchGate en dergelijke meer. Dus de mogelijkheden zijn wel eindeloos.
Maar allee, ik zie wel een rode draad tussen Tycho Brahe en nu, en dat is ja, die consensus en ook om vooruitgang te promoten in de 16e eeuw, maar ook nu. En daar gaan we het vandaag over hebben, hè, van dat onderzoek naar het beleid. Ik heb het opgedeeld in vier kleine blokjes in een inleiding. Ik heb nog een inleidingetje mee, dan een theoretisch stuk, ja, beleidsbeïnvloeding, vooral van hoe doe je dat nu als wetenschapper, maar ook als middenveld, als milieubeweging. Politiseren vond ik wel een leuke insteek, hè. Daar is heel wat discussie rond. Dus de vraag is van, moeten wetenschappers dat nu doen of niet? Ik stel voor dat dat zeker een discussie wordt achteraf. Middenveld politiseert constant en de vraag is of dat een aantal wetenschappers dat ook moeten doen. En dan heb ik ook een aantal cases meegebracht, drie ja, heel recente cases. En ik heb daar voor alle drie de cases eigenlijk een ander soort manier van het dossier op de politieke agenda zetten. En ik denk dat dat wel interessant is om die waaier aan inzichten mee te geven. En tenslotte ja, ga ik eindigen met een aantal inzichten en visie. Visie één van mezelf. Ik spreek hier vandaag over mezelf. Maar inzichten ook van ja, hoe kan Bon Beter Leven nu bijvoorbeeld ook aan de slag samen met jullie om bepaalde dossiers op de agenda te zetten. Dus ik vertel het. Ik ben geen expert op wetenschapscommunicatie, geen expert, ja, geen wetenschapper-expert zal ik ook maar zeggen, maar ik probeer dat vanuit de kijk, vanuit het middenveld te doen. Je gaat mij horen de term wetenschappers of onderzoekers constant door elkaar horen gebruiken. Ja, voor mij, iedereen die een link heeft met onderzoek, daar gaat het over vandaag. Voilà. Beetje inspiratie om mee te beginnen. Dat is een quote van Herbert Simon uit 1991. Neem rustig de tijd om dat eens te lezen, maar wat dat eigenlijk heel belangrijk is, is dat je de zaken waarvoor dat je strijdt, bijvoorbeeld binnen de milieubeweging, is dat de natuur, de dieren, het milieu, de mensen zelfs, ja, die hebben er eigenlijk niet zoveel aan als je gewoonweg gelijk hebt. Het gaat er eigenlijk over om gelijk te krijgen. En ik denk dat daar ja, voor jullie als onderzoeker, je beseft op een bepaald punt van oei, ik heb hier wel gelijk, maar hoe ga ik dat nu in de maatschappij brengen om het gelijk te krijgen? Hè? Dat is eigenlijk het uiteindelijke doel. En dat is eigenlijk ook een beetje de kern van vandaag. Van, dat gaat dan over hoe gaan we dat communiceren en hoe gaan we daarmee aan de slag. Ik ging eerst een aantal boeken bespreken, maar ik ga mij beperken tot één, want dat is ook inspiratie die mij heeft... ik zou maar zeggen, dat zijn een aantal boeken die mij inspireren om aan de slag te gaan. Van oké, je kent bijvoorbeeld een paper. Hoe ga je dat dan omzetten in de praktijk? Hoe ga je daar beleidsaanbevelingen uit krijgen? En ik lees wel graag van die popular science boeken. En eentje daarvan is Hitmakers van Derek Thompson. Dat gaat eigenlijk over de wetenschap achter populariteit. Wanneer maakt iets of wat maakt iets populair? En ja, Hitmakers komt van een heel veel hoofdstukken die over cd's gaan. Dus over ja, welke muziek is nu populair. En daar zitten een aantal wetenschappelijke theorieën achter. Hè. Bijvoorbeeld een aantal ritmes die herhaald worden. Een mooi voorbeeld is het derde album van Lady Gaga, die eigenlijk totaal niet populair was. En ze wisten dat eigenlijk al op voorhand, omdat ze dat uitvoerig hadden getest met hitlijsten en dergelijke meer. Maar de algemene rode draad in dat boek is van, enerzijds, wat maakt iets populair, wat maakt iets bekend, is heel vaak toeval. Maar anderzijds is het ook wel van, ja, je kan er wel voor zorgen dat iets populair wordt door bijvoorbeeld het vaak te gaan herhalen. En ja, dat is de laatste anekdote van vandaag, denk ik. Dat is over de impressionisten in de 19e eeuw. Claude Monet kent bijna iedereen. Hè. Je ziet daar op de slide een schilderijtje staan van hem. Maar de naam Gustave Caillebotte kent niemand. En Derek Thompson vertelt een beetje, ik denk dat dat een van de eerste hoofdstukken is in het boek, dat heel bizar is, want Gustave Caillebotte schilderde misschien zelf beter objectief naar de verftoetsen te zien. Maar anderzijds, ja, niemand kent zijn werk. En dat komt eigenlijk omdat, nochtans zijn de leeftijdsgenoten, de tijdsgenoten, en ze schilderden samen ook. Maar Gustave kocht eigenlijk onbekende werken, of de meest onbekende werken van de Monet, de Renard en de Degas. Die kocht dat allemaal op. En na zijn dood had hij in zijn testament staan van oké, die werken moeten altijd in een soort van zelfde constellatie geplaatst worden in musea. En doordat Claude Monet heel veel aandacht kreeg in die tentoonstelling, en Degas en Renoir ook,
ja, die tentoonstelling werd constant verplaatst op diezelfde manier en diezelfde indeling. En dus hier was constant die herkenbaarheid. Hè. Dus eigenlijk constant uw werk getoond zien worden, betekent dus eigenlijk ook dat je op een bepaald punt populair bent, terwijl de werken van Gustave Caillebotte waren al lang vergeten. Ik had dat zo even mee als, als aandachtspuntje ook van herhaling. Dat komt heel vaak terug, herhaling, herhaling van uw dossiers, van uw papers, van uw beleidswerk. Wij moeten eigenlijk het jaar door constant op dezelfde boodschappen duwen. En dat is een beetje de rode draad hier. Goed, de missie van wetenschappers. Ja, jullie weten dat misschien beter dan ik. Hoe moet wetenschap zich positioneren in de maatschappij? Als ik bijvoorbeeld de site van Scimingo bekijk, dan lees ik dat wetenschappelijk onderzoek de drijvende kracht is achter vooruitgang. Dat is heel mooi. Hè? En het gaat dan over een antwoord bieden op hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Dat gaat van coronacrisis tot klimaatcrisis. Voedselvoorziening werd ook op de site genoemd. Dus ja, om wetenschappelijke vooruitgang te blijven voeden, moet je eigenlijk zo groot mogelijk vertrouwen en steun bij de brede bevolking bekomen en genieten. En de vraag is dan eigenlijk, hoe ga je dat doen? En dat gaan we dan straks in de presentatie verder bekijken. UNESCO gaat zelfs een stapje verder over wetenschap. Dat het ook bijdraagt tot een langer en gezonder leven. En dat dat een van de grootste collectieve inspanningen is. Ik vind dat wel heel mooi als startpunt voor vandaag. Want dat is ook hoe ik het zie. Hè. Maar die maatschappelijke rol zal misschien nog verder en nog meer moeten aangetoond worden. Een mooi voorbeeld dan, ik doe ook aan cherrypicking vandaag, want ik pak ook alleen maar een aantal sites dat ik heb genomen dat passen in dit kraam, is het IPCC dat iedereen wel kent, waarbij dat er... die gaan nog een stapje verder, die gaan eigenlijk vanuit het onderzoekswereld een aantal dossiers of een aantal politieke en beleidsaanbevelingen geven. Goed. Paradigmaverschuiving. Ik vond dat dat wel noodzakelijk was om dat nog eventjes mee te geven. Dat is zelfs een moeilijk boek van Thomas Kuhn dat ik ooit heb gelezen, van in de jaren 60. Dat heet De structuur van de wetenschappelijke revoluties. Dat gaat eigenlijk over wetenschapsfilosofie. En hij vertelt toch over de paradigmaverschuiving. Dus paradigma, het wetenschappelijke denkkader, waarin dat je de werkelijkheid analyseert. En ja, wat gebeurt er eigenlijk in de wetenschap? Eén, op een bepaald punt kom je aan een tegenstelling. Hè? Dus voor- en tegenstanders die discussiëren over een nieuwe paradigma. Dus dat is eigenlijk een model, hè? Een wetenschappelijk model dat in de tijd vooruit gaat. En dan, op een bepaald punt, wordt dat nieuwe paradigma eigenlijk voor waar aangenomen. En dat komt omdat er eigenlijk steeds meer wetenschappelijke inzichten daar worden toegevoegd die dat ook empirisch kunnen staven. En op een bepaald punt ga je zien dat dat paradigma niet meer door de oude wetenschappers of door de oude proefondervindelijke of empirische benaderingen kan worden bepaald. En dan op een bepaald punt heb je eigenlijk een nieuw paradigma. Dus het paradigma is verschoven en het wereldbeeld is aangepast. En ja, Kuhn beschrijft dat wel heel mooi in zijn boek. Maar dus dat gaat ook over die eend-konijn-optische illusie dat je daar helemaal links onderaan ziet. Is dat nu een eend, is dat nu een konijn? Dat haalt hij aan om te zeggen van oké, je kan naar één zaak kijken op verschillende manieren. En wat ik hier nog wil bij vertellen is van oké, dat gaat dan over de theorie van wetenschap, maar de vraag is dan wel oké, hoe verschuif je dat paradigma ook in de maatschappij zelf? Hoe gaan we consensus vinden bij wetenschappers en hoe gaan we consensus vinden in de maatschappij? Of is consensus eigenlijk niet nodig? Dat kan ook. De missie van Bon Beter Leefmilieu, en dat is een open vraag misschien voor straks, van, ja, verschilt dat heel veel van wetenschappers of onderzoekers? Wij werken voornamelijk samen met burgers en lokale verenigingen om transities te gaan versnellen. Wij informeren heel vaak, wij werken met campagnes. Daarnaast werken wij ook met bedrijven, dus de voorlopers noemen wij dat dan, die op een bepaald moment, op een bepaalde manier bezig zijn in die transitie. En dat is dan misschien de hoofdbrok, is wel ook richting geven aan het beleid, zowel regionaal, lokaal, federaal als Europese overheden. En dat doen wij door overleg, advies en opinies. Ik denk wat dat wij zeker meer kunnen doen dan onderzoekers, is de stem van burgers capteren. De maatschappelijke tendensen meenemen in ons verhaal. Eigenlijk is dat iets niet, hoeven wetenschappers of onderzoekers dat niet te doen direct, rechtstreeks.
Maar ik denk, ik ga daar later op terugkomen, dat dat wel een interessante piste kan zijn om dat toch op een bepaalde manier mee te nemen. Goed, nu kom ik tot een theoretisch luikje. Dat gaat over politiseren. Ik zie hier even een brandweerwagen. Ja. En de politieke opdracht van het middenveld, die staat eigenlijk heel vaak ter discussie. Hè. Zowel binnen het middenveld zelf, maar ook met de beleidsmakers. De vraag wordt heel vaak gesteld of dat een BBL krijgt bijvoorbeeld overheidsmiddelen, een deel daarvan. Of dat je dan wel nog kunt bekritiseren of bekampen, dat is een vraag voor weten. Voor onderzoekers gaat dat eigenlijk niet op. Alleen niet rechtstreeks toch. Maar dus de vraag die ik hier wil stellen, van ja, moet de wetenschap ook politiseren? En met politiseren bedoel ik eigenlijk een bepaalde dossiers politiek aantrekkelijk maken of op de politieke agenda zetten. Dat is een heel brede definitie. Maar we gaan nu eens in detail kijken hoe dat moet. BBL werkt vanuit die transitie, heb ik gezegd in de inleiding. En we proberen die maatschappelijke veranderingen te capteren. Een transitie, dat is heel complex. Hè. Dat gaat over maatschappelijke, maar ook economische of politieke processen die aan het bewegen zijn. En wij proberen dat op te lossen door bijvoorbeeld enerzijds naar de evoluties en oplossingen te kijken in het buitenland. En dat, die dan te gaan vertalen naar Vlaamse of lokale context. Een voorbeeldje hierbij is bijvoorbeeld in Nederland staan die al verder rond energieopslag. Hè, dus elektrische batterijen en wagens. Dus we kunnen daar eigenlijk al gaan kijken van, kijk, dat leeft daar in Nederland. Neem het mee naar een Vlaamse context. En we presenteren dat verder. Een tweede is barrières overwinnen. Dus heel wat regelgeving, barrières. Daar proberen wij dan ook wel rond te werken. Dat is dan bijvoorbeeld door de voordelen aan te tonen van een nieuw systeem. Beleidsanalyses te gaan maken. En anderzijds hebben we nog vernieuwende praktijken aanreiken en opschalingen te doen om die versnelling te realiseren. In het kader van energieopslag zou je kunnen zeggen, de betaalbaarheid is ook wel belangrijk, het draagvlak is belangrijk. Hoe gaan wij nu dat gaan tonen dat ook voordelen heeft voor die thema's? Heel belangrijk, wetenschappers moeten die oplossingen en trends die wij kunnen vaststellen, moeten die zeker duidelijk maken en ook de barrières. Als ik bijvoorbeeld papers lees, dan zie ik heel vaak, vind ik heel vaak de discussiesector, de discussiesectie interessant. En heel mooi, want daar heb je eigenlijk zowel de pro's en cons van het thema. Allee, ik kijk bijvoorbeeld heel vaak naar innovatieve processen in de industrie. Dat gaat dan over staal of over een niche fenomeen bij de ammoniakproductie. Maar ja, ik vind dat het wel heel belangrijk is dat je kadert van oké, wat zijn nu de verwachtingen naar prijs bijvoorbeeld? Wat zijn de voordelen van die technologie ten opzichte van de bestaande? Wat is de wenselijkheid van die theorie? Gaat daar nog iets beleidsmatig nodig zijn? Dus dat is eigenlijk niet precies de kern van een paper over dat thema dan, maar je zal er wel moeten gaan zoeken. Oké, misschien is dat iets voor een vervolgonderzoek, misschien is dat een outlook. Dat vind ik wel heel interessant, dat wij ook op die manier inzichten krijgen in niet alleen die technologie, maar ook de maatschappelijke impact van een paper. Zeker op het einde wil ik daar graag met jullie in discussie gaan of een dialoog gaan om dat een keer uit te klaren. Hoe dat we dat kunnen doen. Maar voor mij zijn dat wel, als je ook zo die maatschappij zaken aan toevoegt aan papers of aan andere communicatiemiddelen, dan is dat wel een extra ingang, denk ik, voor jouw onderzoek om daarmee naar publiek te gaan. We hebben hier nog een slide van een onderzoek uit 2013 uitgevoerd door het HIVA aan de KU Leuven verbonden. En dat ging eigenlijk over de maatschappelijke positie van Bon Beter Leefmilieu. En die hebben dan een aantal interviews gedaan met een aantal politieke actoren, maar ook met mensen die naar ons kijken, de pers bijvoorbeeld, noem maar op. En je ziet daar
Alleen maar, het is een heel oude grafiek, 2013. Men had nog geen leuke Photoshop-programma's, denk ik dan. Maar je ziet wel met wie dat we allemaal in contact komen om het beleid eigenlijk te gaan duwen. Hè. Je ziet daar overheidsadministraties, raden, ook de media. Eigenlijk vind ik dat jammer dat er daar nu ook zo geen wetenschap bij staat, of onderzoekers of universiteiten. Want eigenlijk, of zelfs spindoktoren, hè, de spindokters van deze wereld. Want ja, uiteindelijk, wij worden ook wel gevoed met informatie door verschillende kanalen. Dus ja, ik vind het wel belangrijk dat je eigenlijk zou moeten zoeken naar de link tussen onderzoek en ook het middenveld. Ik vind dat een link dat er zeker is, maar dat nog veel beter of veel makkelijker nog een uitvoering moet komen. Ik ga nu eventjes ingaan op hoe dat je een aantal theoretische aspecten van hoe kun je nu eigenlijk dossiers op de politieke agenda zetten. Dat gebeurt door directe beleidsbeïnvloeding, dus rechtstreeks. Stel, je hebt een aantal beleidsaanbevelingen, je wil die aan de man brengen. Ja, dat kan enerzijds door gewoon rechtstreeks in dialoog te gaan met kabinetten of parlementsleden. En eigenlijk, voor jullie geldt dat hetzelfde. Ik bedoel, iedereen heeft een agenda, iedereen kan je contacteren, je kan gewoon bellen naar die mensen en te vragen, kunnen we eens afspreken? Voor ons is dat heel moeilijk om dat vak te doen, maar dat gebeurt wel. Zeker op mijn thema's gebeurt dat een aantal keer per jaar, of zeker een tiental keer per jaar, dat we eigenlijk in dialoog gaan met de kabinetten, de bevoegde kabinetten. Anderzijds heb je ook gewoon het dialoog met politieke actoren. Dus je moet beseffen dat er in de maatschappij ook wel een aantal organisaties zijn met misschien wel dezelfde doelstellingen, maar die ook bijvoorbeeld een public relations apparaat hebben en een aantal mensen die actief eigenlijk aan het belangenvertegenwoordiging doen. Bijvoorbeeld in industrie is dat de havens, de Port of Antwerp. Ja, wij gaan daar regelmatig mee in dialoog om te gaan zoeken van oké, hebben we hier bepaalde synergieën? Kunnen we samen voor een aantal beleidsmaatregelen zoeken of niet? En dan een laatste, en dat vind ik dan niet echt toepassing voor onderzoekers, is, maar ik sluit dat niet uit, hè, dus juridische acties. Wij hebben een aantal juridische acties lopen, bijvoorbeeld tegen INEOS is denk ik wel de bekendste in het publiek debat, waarin dat we eigenlijk via die weg toch een bepaald dossier op de agenda zetten, om daar heel veel tamtam rond te maken en om ervoor te zorgen dat INEOS dan bijvoorbeeld niet doorgaat. Maar ook indirect zijn er een aantal mogelijkheden. Enerzijds via de publieke opinie, zoals in de introductie aangehaald. Dat proberen wij heel vaak te doen. Ik denk dat er zeker 1000 vernoemingen zijn per jaar voor Bon Beter Leven nu. Wij worden ook altijd soms gevraagd voor een aantal opinies te schrijven. Dus wij staan er wel sterk vertegenwoordigd. Maar ook onderzoekers, wetenschappers, allerhande mensen kunnen opinies insturen. Dat is echt gewoon doen. Ik denk dat altijd opinie@ de tijd is, of opinie@ de standaard.be is. Dat is eigenlijk heel simpel. Ik ga je straks nog wel wat tips geven of zo van hoe pak je dat dan best aan, want het gaat dan vooral over timing en ook over hoe dat je zoiets schrijft. Een andere manier van indirecte beïnvloeding is via de adviesraden. Dat is misschien wat moeilijker voor jullie, omdat je eerst al een bepaalde relevantie moet hebben om in zo'n adviesraad te zitten, maar ze bestaan wel, zeker voor onderzoekers en mensen verbonden aan de universiteiten en zo. Wij zijn bijvoorbeeld sterk vertegenwoordigd in de Mineraad, dus de Milieu- en Natuurraad, waar dat we dan eigenlijk adviezen geven over bepaalde beleidsthema's, voornamelijk natuurlijk milieu en natuur. En dan laatst is via samenwerking. Dat werkt soms krachtiger eigenlijk dan rechtstreeks te gaan babbelen. Allee, ik kan dat nu meegeven, het klimaatbeleid van de Vlaamse regering is nu niet bepaald progressief te noemen. En eigenlijk is dat gewoon een vaststaand feit dat je kan dat eigenlijk niet aanpassen. Je kan misschien nog discussiëren over de punten en de commas, maar over de algemene principes, dat gaat niet lukken. Dan moet je eigenlijk andere manieren gaan proberen. En dat kan door met samenwerking, vooral met unusual suspects. En twee voorbeelden zijn bijvoorbeeld Sign for My Future, een aantal jaar geleden, met een aantal heel grote bedrijven die toch opriepen om klimaatbeleid te hanteren. En anderzijds, en dat komt ook terug in mijn cases, is een PFOS-coalitie van een aantal middenveldsorganisaties, maar ook met de mutualiteiten. En dat is dan toch een misschien wat vreemde samenwerking binnen ons middenveldslandschap, maar wel een samenwerking dat dan wel goed lukt. Ik heb hier nog een aantal voorbeelden mee
waarin ik zag, recente voorbeelden waarin ik zag dat dat toch ook van toepassing kan zijn op onderzoekers en wetenschappers. Ja, enerzijds die coronacrisis, daar had je eigenlijk meteen een opstart van de GEMS, en wetenschappelijke adviesraden rond de maatregelen. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen, toxicologen en dergelijke meer, die actief zowel bij kabinetten als met politieke actoren in dialoog gingen. Ja, juridische actie, dat is wel zeker uit te sluiten in dat geval. Anderzijds, de kernuitstap vond ik ook wel een gepolitiseerd thema, heel gepolitiseerd thema, waar dat ook wetenschappers en onderzoekers hard aan hebben bijgedragen. Hè. We hebben daar onlangs nog de Keep the Lights On, een soort van coalitie tussen onderzoekers als bedrijven die de kernuitstap wilden terugdraaien en die toch heel hard hebben gewogen eigenlijk op dat publieke debat. We hebben dat indirect heel wat opinies gezien, maar anderzijds hebben die ook achter de schermen eigenlijk in dialoog gegaan. En ik heb daar een vraagtekentje gezet bij juridische actie, maar eigenlijk als je, stel je voor dat je dat echt niet wilt, een kernuitstap of zo, dan kan je eigenlijk wel overwegen om dat toch misschien via juridische actie te gaan doen. Probleem is vooral juridische actie, ja, je moet daar een soort van belang in hebben om een rechtszaak te starten, en dat hebben wetenschappers eigenlijk niet per se. Of ik zou het rechtssysteem eens moeten bekijken, maar dat zou heel moeilijk zijn om dat te verdedigen. En anderzijds, ja, rechts heb ik nog wat, jij ziet daar een fotoke van Californië in vuur en vlam. Ja, het IPCC is natuurlijk wel een wetenschapstak dat echt overal al aanwezig is. Ja, indirect heb ik al een beetje aangehaald, hè, dus opinies zijn heel makkelijk eigenlijk, adviesraden eigenlijk, wat dat je ook ziet heel vaak in de commissies in het parlement, is dat die toxicologen bijvoorbeeld, maar ook energie-experten allerhande worden uitgenodigd voor hoorzittingen. Dat komt heel vaak voor, een hoorzitting. En eigenlijk is dat een kwestie van al op dat moment een expert te zijn in uw vak, en dan word je eigenlijk wel constant gecontacteerd daarover. En dan kan je eigenlijk ook wel vanuit uw visie advies gaan verlenen in het parlement. Samenwerkingen, ja, daar gaan we straks nog op door. Dat gebeurt eigenlijk redelijk spontaan. Wij hebben bijvoorbeeld onlangs campagne gehad van rond groene warmte. Wij hebben een open brief geschreven en we hebben dat ook laten tekenen door tal van onderzoekers. Ik vind dat een interessante piste. Natuurlijk, als iedereen alles begint te tekenen, is ook geen goede evolutie, maar je kan wel een aantal zaken waarvan je zegt, ik sta hier echt achter, kan je mee gaan verdedigen. En dat kan zeker omgekeerd in het middenveld, onderzoekers, maar ook onderzoekers, wetenschappers. En een laatste wat je nu ook ziet, en dat is dan een heel andere tak, is die Oekraïne-Rusland-crisis. Dat zijn dan sociologen, geopolitiek, mensen met een achtergrond in die thema's, die ook stilletjes aan dan weer de opinies aan het publiceren zijn en ook via adviesraden ondertussen al achter de schermen in dialoog gaan om bepaalde beleidsrichtingen uit te tekenen. Dus dat gebeurt zeker en vast. Nog een slide over politiseren. Ik heb al gezegd dat soms moeilijk ligt binnen het middenveld, maar ook bij de beleidsmedewerkers zelf, beleidsmakers zelf. Dat heeft zo'n negatieve connotatie. Het lijkt direct aan, we zitten in een bepaalde zuil, een bepaalde partijpolitiek. Dat is totaal niet de bedoeling. Maar er bestaat ook depolitiseren. Dat is dan eigenlijk dossiers van de politieke agenda terug weghalen. Dat kan bijvoorbeeld door, in onze branche kan dat zeker door de financiering te gaan herzien. Meer overheid, de overheid die zegt van oké, we gaan het middenveld toch terug bij ons steken deels. Dus dat is ook moeilijk. Wij verwijzen vaak naar het ideaaltype van de sociale beweging in de jaren 60, 70, 80. Los van verzuiling, maar wel met een hoge mobilisatiekracht. En dat vinden we wel interessant. We kunnen straks zeker doorgaan of dat de toekomst is, of dat wetenschappers daar op die manier moeten naar kijken. Maar ik vind dat wel belangrijk om dat toch in de gaten te houden. Ik ga nu een aantal voorbeelden tonen van hoe dat kan gebeuren, dat politiseren. En daarna ga ik ook naar hoe dat kan gebeuren in de onderzoekswereld. Enerzijds politisering van het middenveld. Dat betekent eigenlijk dat de overheden net ruimte laten aan het middenveld om een eigen rol op te nemen.
En ja, het voorbeeld daar is dat wij via een subsidie- en erkenningssysteem werken vanuit de overheid, dat wij structureel worden gesubsidieerd en dat wij ook die minderraad hebben kunnen oprichten in 1991. En met de gevolg daarvan dat wij wel een beetje in de pas moeten lopen. Hè. Wij moeten aan een bepaalde voorwaarde voldoen, maar we hebben wel onze eigen onafhankelijke rol en wij kunnen dus thema's aanbrengen op het beleid. Politiseren door het middenveld, dat is als wij als middenveld ook zelf ruimte creëren om bepaalde meningsverschillen deel te laten maken van de maatschappij. We hebben in 2008 de Klimaatcoalitie opgericht. Dat is niet alleen van de Milieubeweging, maar ook van de Noord-Zuidbeweging. En de vakbonden zitten daar ook in. Dus eigenlijk een hele grote groep met 80 organisaties. En het gevolg daarvan is dat je dan ook op die manier eigenlijk een nieuwe politieke sfeer bereikt. Want dan ga je naast de technische aspecten rond klimaatverandering ook de sociale aspecten in de verf zetten, net omdat die vakbonden en Noord-Zuidbeweging daarbij zit. En dan politisering in het middenveld. Ja, dat is wanneer dat wij zelf in onze eigen organisaties ruimte maken om met de organisatie dan zelf om bepaalde meningsverschillen te laten aanwezig te zijn in het publiek debat. En wij hebben zo zelf Arbeid en Milieu opgericht in 1987. En ja, daar zitten wij ook in. Maar dat wordt dan voornamelijk ook getrokken door de vakbonden. En dat, het gevolg daarvan is dat het debat, dat het dan niet per se bij Bombay te Leven nu zit, maar wel een onderdeel is van ons. En dat we daar ook over de sociaal-economische gevolgen van die klimaattransitie, denk aan de gilets jaunes, hey, dat gaat er dan over. En depolitisering gebeurt dus ook wel in het middenveld. Dus ja, dat is als bijvoorbeeld subsidies worden aangepakt, hey, dat de overheden toch zeggen van Elaba, kom een keer terug. En dat proberen die eigenlijk wel met het bestaande instrumentarium om de voorwaarden bijvoorbeeld ietsje harder vast te zetten. En dat is vaak subtiel. Hè. Maar dat betekent wel soms dat je een beetje autonomie verliest. Door depolitisering door het middenveld is ja, wanneer de organisaties onvoldoende ruimte laten voor meningsverschillen. En in 2005 en ja, 2005, 2010 was wel zo'n belangrijk moment eigenlijk dat je het politieke landschap zelf ziet versnipperen. Maar dat wij dan zeggen, oké, wij spreken ons niet uit over een achterliggend maatschappijmodel. Dat betekent dan ook dat die thema's zeker niet in de politieke debatsfeer door Bombay te Leven nu worden gebracht. Hè. Ik denk, daar gaat het dan voornamelijk over Brussel Halle Vilvoorde, die werd gesplitst en ja, hoe dat we verder gaan met België en zo. Dus, maar ja, dat heeft geen zin om daar als middenveld op te reageren. En dan in depolitisering in het middenveld is ja, dat wij bijvoorbeeld bepaalde meningsverschillen niet toelaten in het politieke debat, omdat we denken van oké, dat is te gevoelig op dit moment, of de tijd is daar nog niet rijp voor, of dat gaat toch niet passen. En ja, we hebben er is wel een soort van verschil tussen de Franstalige milieubeweging en de Vlaamse, wanneer het gaat over degrowth. Dat is een debat dat daar al heel hard leeft, maar nog niet in Vlaanderen, terwijl dat wij van oordeel zijn dat het nog te vroeg is. En het gevolg is dan ja, dat je toch bepaalde stemmen weert uit het maatschappelijke debat en dat een verschraling voortbrengt. Ik ga dan nog 4 manieren meegeven van hoe dat je iets kan doen. 1 is uitbouwen van alternatieve dienstverlenende instanties. Dat is eigenlijk een heel constructieve manier om zaken te politiseren. Het gaat over het uitbouwen van een nieuwe soort instantie, een dienstverlenende instantie. Hier specifiek Rescoop, dat is eigenlijk ja, de federatie van de energiecoöperatieven in Vlaanderen en heel België eigenlijk. Ik vind dit voorbeeld zelf moeilijk toepasbaar op onderzoekers, maar bijvoorbeeld door dergelijke alternatieve diensten te creëren, creëren een alternatief voor ook de burger, maar ook voor de politiek, om bijvoorbeeld op aan te sluiten. Iedereen is gewoon om op een energie, met een energiespeler in zee te gaan, maar denk nog niet na over een alternatief, want er bestond vroeger geen. En nu bestaan er bijvoorbeeld wel coöperaties, waarbij je dan zelf inlegt en ook van die energie kan genieten. En dat is eigenlijk wel interessant, want die federatie, Resco bijvoorbeeld, is een extra economische macht. En een economische macht heeft natuurlijk wel een extra stem en kan dus ook wegen en beleid mee sturen.
Een andere manier is lifestyle-politiek van Ulrich Beck. Dat is een beetje de theorie. Dat gaat eigenlijk over het inspelen op de privésfeer van de mensen. Hè. Dus dat gaat dan over de levensstijl. Denk bijvoorbeeld aan voeding, reizen, mobiliteit. Het ligt heel gevoelig van, gaan we vliegen of niet? Vlees is ook zoiets. Deze thema's worden via lifestyle-politiek een beetje onderdeel van het publieke debat. En dan ontstaat er eigenlijk een soort van nieuwe politieke discussieruimte naast de klassieke, het parlement zelf of de politieke partijen zelf. Burgers kunnen dan discussiëren over hun eigen thema's die echt belangrijk zijn voor hen. En ja, dat komt dan ook wel vaak voor in de pers. Hoeveel artikelen zijn er tegenwoordig niet over bepaalde levensstijlkeuzes? Het voordeel is ook wel dat die nieuwe discussieruimte waarin de burgers met elkaar babbelen niet in een ideologisch hoekje passen. Je kan dat wel politiek recupereren, maar eigenlijk heeft dat geen ideologische oorsprong. En wat dat Bon Beter Leefmilieu dan op dat vlak doet, is bijvoorbeeld Ecobouwers. Dat is iets dat wij organiseren. Dat zijn opendeurdagen om eigenlijk te gaan tonen van kijk, zo kan het ook op vlak van duurzaam bouwen en renoveren. En de huiseigenaar, we nodigen eigenlijk huiseigenaars uit om een huis tentoon te stellen aan andere burgers. Die kan die mensen tonen van kijk, ik heb dat op die manier aangepakt, dat heeft zoveel gekost, dat zijn mijn materialen. En dat is eigenlijk ja, heel opbouwende politiek. En uiteindelijk, als Ecobouwers nog groter wordt, dat weegt al sowieso mee op het beleid. Want je kan dan naar bedrijvencoalities gaan. Maar het is eigenlijk allemaal vertrokken vanuit die ene, vanuit dat ene aspect. En dat is eigenlijk de levensstijlkeuze van de burger. Een deliberatieve aanpak, de theorie van Jurgen Habermas, is dat burgers niet alleen stemmen in het stemhokje, maar ook zelf misschien actief kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces. Linksonder zie je David van Rijbroek met de theorie van burgerparticipatie, G1000, ook een burgerpanel in Duitsstalig België, om eigenlijk aan de slag te gaan met hun ideeën. Interessant daarbij is dat je eigenlijk, stel dat je 100 burgers hebt, dat je daar mensen hebt van verschillende klasses en dergelijke meer en standen, en dat dat eigenlijk allemaal niet uitmaakt, hè, want die machtsverhoudingen komen dan totaal niet aan bod. Een voorbeeld is in onze sector is klimaatzaak, dat dan toch samen met 55.000 mensen een rechtszaak werd gestart, om dan eigenlijk hetzelfde te eisen. Hè. Die 55.000 mensen die verschillen in aanpak, in opleiding en dergelijke meer in leeftijd. Dus dat is deliberatief. En dan tenslotte de agonistische benadering van de theorie van Chantal Mouffe, is dat het conflict opzoeken. De theorie is van conflict zorgt voor democratische vernieuwing. De samenleving is te verdeeld, dus consensus vinden is moeilijk. Kijk, bij ons bijvoorbeeld, als wij een advies raden, wij moeten altijd op zoek gaan naar consensus, terwijl eigenlijk, dat zorgt er eigenlijk voor dat uw einddoel een beetje lager ligt, de lat ligt dan lager dan hetgeen wat je echt dacht. Dus consensus is misschien niet interessant. Maar goed, dat is wel... Ik denk conflict kan handig zijn en kan soms nuttig zijn, maar ik denk dat je heel goed moet beseffen hoe je dat dan aanpakt en wat je eruit wilt halen. Dat is trouwens een boek, Frontlijnen, die dat eigenlijk helemaal uitstraalt van Nick Meijnen. En die werkt voor de European Environmental Bureau, de EEB. Dat is eigenlijk de milieufederatiekoepel van Europa. Ten slotte, als we het hebben over de wetenschap en het politiseren van de wetenschap, dan kan dat ook. Ik denk, ik heb niet de beste... ik heb ook moeten zoeken naar voorbeelden, omdat ik niet 100% zeker weet of dat nu echt nuttig is, of dat gebeurt, hè, maar of dat echt de toekomst is of niet. Maar als we kijken naar politisering van de wetenschap, dan zie je soms wel dat een aantal onderzoekers in bepaalde politieke hokjes worden geduwd. Een recent voorbeeld was eigenlijk professor Ronnie Bellmans, die Energyville onder andere leidt, energieonderzoeksinstelling. Ik weet niet aan welke universiteit dat hij verbonden is, maar die werd dan door minister van Leefmilieu, zoals Demir, echt in een heel groene hoek geduwd. En met als gevolg dat dat eigenlijk dan een beetje de wetenschap of het onderzoek aan zich en de objectiviteit van professor Ronnie Bellmans
ondermijnt. Dat is eigenlijk een heel slechte vorm van politisering. Maar dus dat je het kernuitstapdebat is al heel gepolitiseerd en eigenlijk ging de minister daar nog een stapje verder in. Politisering door de wetenschap is dat je zegt van oké, we gaan nu eigenlijk een nieuwe soort van publiekelijke politieke sfeer oprichten. En dat is eigenlijk gebeurd met het klimaatwetenschap. Die bestond eigenlijk een paar decennia geleden niet. En opeens wordt het dan opgericht. En ja, met onze doelen, eigenlijk iedereen spreekt daar dan over. Een heel politiek spectrum. Dat heeft ook geen ideologische basis. Zou je hopen toch. Maar dus wordt wel breed besproken in allerlei fora. En dan in de wetenschap. Ja, voor mij gaat het dan over hoe kan je ruimte maken binnen bijvoorbeeld een universiteitsinstelling, een onderzoeksinstelling. En dat kan bijvoorbeeld door de oprichting van een leerstoel, dat dan iets meer maatschappelijk verbonden is of net extra kan aanwezig zijn in het publiek debat. Ik denk de leerstoel van Etienne Vermeers door Maarten Boudry is denk ik wel een mooi voorbeeld. En dat zorgt er dan ook voor dat je heel vaak gehoord wordt in het breed maatschappelijk debat. Ik had hier nog een artikeltje gevonden van 2003 in de Standaard, dat er wel werd gediscussieerd over het feit dat er mocht gepolitiseerd worden in de wetenschap of niet. En dat ging dan eigenlijk dat het FVO, dus de beurs dat jullie allemaal kennen, ja, misschien wel een intern verzelfstandigd agentschap zou worden in 2003. En ja, de reactie was van, ja, hier ga je mee de objectiviteit aantasten van wetenschappers. Ja, ik vond het wel interessant om mee te geven dat er wel al komst om de zoveel tijd een keer op de discussiesagenda staat. En aan de ene kant heb je dan ook, soms heb je wel politisering nodig van wetenschappers. Hè. Als je echt je inzicht en je visie wilt delen, dan moet je ook soms de handen vuil maken en dat heeft dan vaak een politieke link. Ik heb er nu niet echt voorbeelden gezocht van depolitisering, maar anderzijds hadden we daar tijdens de coronacrisis ook een professor eigenlijk, of ja, een expert die ontslagen werd door de Universiteit van Hassel, of Hogeschool Hassel tenminste. En die was omdat hij eigenlijk andere gedachten op nahield. Hè. Dat was dan zogezegd een antivaxer, dat ging over Sam Brokken. Dus ook die stem wordt dan eigenlijk uit het maatschappelijk debat getrokken. Dat kan dus ook. Goed, een aantal cases, en nu gaan we echt heel concreet en meer praktisch, misschien zitten jullie erop te wachten, van start. Een eerste case is de PFOS-discussie. Eigenlijk in het kort, in april 2021, was eigenlijk PFOS onbekend voor iedereen, ook voor mij. Wat was er wel bekend? Ja, in de wetenschap was er heel veel over bekend. Dat ging over onderzoeken naar effecten, hoeveel concentraties er maximaal in het water mochten zitten. PFOS is trouwens een chemische stof die in Zwijndrecht teruggevonden is na jarenlange lozing door de fabriek 3M. En wij hebben toen contact gehad met Thomas Goren, de klokkenluider. Wij hebben eigenlijk dan een soort van klein onderzoeksgroepje opgericht om al die wetenschappelijke inzichten te vertalen naar Vlaamse context. Wat betekent dat nu eigenlijk? Hoe straf is die verontreiniging hier? We hebben ook onderzoek gedaan naar de effecten. Dan kom je snel uit op studies van zeehondjes en muizen rond de Westerschelde en Blokkersdijk, een natuurgebied vlak naast 3M. Dus ja, daar komt heel wat wetenschap aan te pas. Ik denk toen, in april, en zeker ook in de maanden februari en maart die er vooraf gingen, was dat heel moeilijk om in te zien hoe zot dat eigenlijk was. Want ja, er lagen alleen maar papers klaar, de studies klaar. Dat was heel moeilijk om daar een soort van maatschappelijke link mee te maken op dat moment. Want we moesten het zelf eerst goed begrijpen wat dat betekende. Dus ja, daar is wetenschapscommunicatie wel een hele belangrijke in. Hoe ga je dat vertalen? Ik heb heel veel contact gehad met journalisten daarover. En ja, die konden bijvoorbeeld de term verhoogd risico niet echt begrijpen. Die hadden liever, dat zei ik niet, maar die hadden het idee van oké, als een mens niet rechtstreeks doodvalt van PFOS, dan is dat misschien niet zo interessant. Terwijl verhoogd risico is net een constante toename aan PFOS, betekent een verhoogd risico. Dat je als je meer PFOS hebt, meer risico hebt op bepaalde kankertypes en dergelijke meer. Dat ik denk, toen was dat heel cruciaal om goed te kunnen duiden aan de journalisten bijvoorbeeld, om te zeggen waarover dat ging. Wat hebben wij toen gedaan?
We hebben een aantal beleidsacties daaraan direct aan gekoppeld. Het pleiten voor een PFOS-ban, expertise. Wij zijn gevraagd door allerlei adviesraden en dergelijke meer, zelfs rechtstreeks door de kabinetten, om standpunt te gaan verdedigen. Ook op het Europese toneel hebben wij geprobeerd PFOS op de agenda te zetten. We hebben heel wat persberichten daarover gepubliceerd. En altijd met een duidelijke boodschap. Hè. Dus dan pas iets aan het beleid. We hebben ook een aantal verschillende rechtszaken opgestart, waardoor dat nog altijd in het publieke debat aanwezig is. Dat gaat over 3M, dat gaat over de Oosterweel, maar dat gaat ook over de Vlaamse overheid die toch verzaakt heeft in haar informatieplicht. Wat kan ik hier nog over zeggen? Ja, dat wel een lastige was op vlak van conflict. We hebben het net gehad over conflictbenadering, maar er was zowel een tegenstelling tussen conflict, tussen PFOS-verontreiniging zelf, de milieubeweging, van hoe gaan we dat nu aanpakken, en het beleid. En daar moet je dan, hebben we toch wel gekozen, denk ik, om iets hardere taal uit te spreken. Dat is wel een heel belangrijk. Ja, we hebben voornamelijk opinies geschreven dan ook. En een aantal, heel veel contact gehad met journalisten om dat dossier te gaan vertalen naar iets begrijpbaars. Een tweede case is Total Energies. Dat is hebben wij toen zelf een dossier op de agenda gezet. En dat gaat eigenlijk over een van de grootste raffinaderijen van de wereld in Antwerpen. Opeens hadden wij het milieuaanvraagdossier in handen en hebben wij dat geanalyseerd. En daar zagen wij toch een aantal milieuproblematieken, zal ik maar zeggen. Heel zware belasting rond stikstofdioxide en CO2-uitstoot. Maar ja, Total, wie begint daar nu tegen? Want die hebben zo'n van too big to fail-status. Maar op dat moment wisten wij van, ja, we zijn eigenlijk de enige met dat nieuws. Alleen niet veel journalisten volgden dat in de publieke debat. Als je kijkt naar havendossiers of hele grote industriële bedrijven, dan zie je maximaal 1, 2 bezwaarschriften. Dus eigenlijk ligt niemand daar wakker van. Dus dat was wel een keer interessant om zelf het nieuws te brengen van, oké, wij gaan een bezwaarschrift indienen tegen deze site. We hebben die milieuvergunningen in vraag gesteld, we hebben bezwaar ingediend. En dat is eigenlijk heel, heel gretig opgepikt geweest door de pers. En opeens merk je toch van, dat too big to fail status, dat kan toch wel aangepast worden. Opeens werd de publieke druk uitgeoefend op Total. Rechtsonder zie je een fotootje van onze directeur. Dat gaat dan over een ander dossier, Evonik. Maar dat het dan wel interessant is voor de pers, als je ziet, als je zelf met het nieuws naar buiten komt. Dat betekent ook wel een dossier heel hard onder de radar houden voor een aantal dagen of weken. En dan zelf het momentum beslissen. En eigenlijk is dat wel een tactiek dat goed werkt. Natuurlijk moet je het weten. Hè. Ik heb nog staande link met de wetenschap. Ja, zo'n milieuvergunningsaanvraagdossier, dat bestaat uit duizenden pagina's. Dan moet je op heel korte tijd heel snel veel lezen. Moet je ook gaan staven. Een bezwaarschrift, dat is al rap, ja, ik noem dat ook een mini-thesisje, een pagina 15 à 20, waarin dat je dan al je argumentatie uit de doeken doet. Natuurlijk, die argumentatie kan die zelf uitvinden, maar je kan die ook gaan zoeken in bronnen. Dan moet je eigenlijk gaan verifiëren, moet je belletjes doen met andere specialisten. En op die manier het dossier, de argumentatie van dat dossier op tafel leggen. Welke boodschap zit hierin voor jullie? Ja, zelf nieuws brengen, dat is natuurlijk hetgeen wat je kunnen doen. Straks gaan we nog dieper in op hoe dat dan moet. Want dat is natuurlijk een dossier, dat heeft een bepaalde periode van aandacht. Maar sommige onderzoeksdossiers hebben dan een soort van heel lange aanloopperiode en kunnen jaren meegaan. Dus daar vind ik nog wel dat er een verschil in zit. En nog een laatste. Ik zie dat ik al een drie kwartier presentatie zit, is een gezondheid en milieu voorop coalitie die we hebben gevormd. En wat was dat? Dat PFOS-dossier heeft dan eigenlijk gezorgd dat wij toch een beetje verschoten waren vanuit de milieubeweging. Van er is hier blijkbaar een serieus probleem binnen het milieubeleid. Hè. Een probleem dat wij dachten dat opgelost was. Dat wij niet meer op onze radar hadden staan. Dus we hebben dat noodgedwongen eigenlijk op onze radar moeten brengen. We hebben toch gezien dat er een aantal structurele problemen zitten in dat milieubeleid. Dat gaat over milieuvergunningsprocedures, dat gaat over personeelsafbouw.
We zagen dat chemische producten eigenlijk te gemakkelijk op de markt kwamen. Maar ook ja, we wisten dat we daar iets mee moesten doen, maar hoe ga je dat dan gaan valoriseren? Want uiteindelijk, ik zeg, industrie is een heel moeilijk thema om aan de man te brengen. De burger ligt daar niet wakker van. Behalve misschien als het over gezondheid gaat. Dus dat vond ik een interessantere insteek dan. Als je dan je eigen agenda van ons, van de milieubeweging, koppelt aan die van de gezondheidsorganisaties bijvoorbeeld, ja, dan heb je 1 plus 1, dat is geen 2, maar dat is zeker een 3 in dit geval. En dan heb je wel iets dat burgers raken. Dus misschien hier al een boodschap van, oké, wat is de link? Waarmee kan je scoren met jouw onderzoek? Dat vind ik wel een interessante. Want toen hebben wij echt een campagne opgezet met een kom op tegen kanker bijvoorbeeld. Dat is sowieso een grote naam in de onderzoekswereld, in de gezondheidswereld, de gezinsbond. Daar liggen direct een aantal andere politieke actoren van wakker. Maar ook met de mutualiteiten. Alle mutualiteiten hebben zich aangesloten. We hebben toen een petitie opgezet. De pers ingelicht al op voorhand, zodat dat zeker een scoop was. Dat is dan een standaard geworden. We hebben dan met die coalitie eigenlijk een 28-tal aanbevelingen voor het beleid opgesteld. We hebben die opgestuurd naar de leden van de PFOS-onderzoekscommissie. Bijna iedereen heeft geantwoord van oké, dankjewel. Net omdat die druk al zo hoog was in de pers, op de radio gehoord. We hebben dan de ministers gecontacteerd. En dan zag je die foto van het begin met de minister met een bord vast, waarin dat we dan ook onze petitie en handtekeningen hebben afgegeven. En uiteindelijk zijn heel wat aanbevelingen opgenomen in het PFOS-eindverslag. Wat ik hier nog wil zeggen, dus ja, de vraag is van hoe kan ik als onderzoeker het beste mijn boodschap kwijt? Ja, dan denk ik van je kan ook aan de slag gaan met een aantal mensen die dat misschien beter kunnen of een groep die er al mee bezig is, maar dan moet je natuurlijk die gaan identificeren. Bijvoorbeeld als wij nadenken over wie gaat een persbericht versturen, en deze, de Komen tegen Kanker, BBL of de Gezinsbond of Mutualiteiten, ja, bij wie gaat dat het meeste opgepikt worden? Gaat dat bij BBL zijn of gaat dat bij Komen tegen Kanker zijn? En dat gaat dan ook natuurlijk over capaciteitsproblemen en goede timing, maar je moet er echt wel gaan over nadenken, van hoe kan ik u het beste mijn boodschap uitdragen? Ja, dat is hier de laatste slide. Dat gaat dan over een beetje mijn analyse van hoe we daar nu echt mee aan de slag kunnen gaan. Enerzijds, two pagers, we love it. Als in, ik lees heel vaak wetenschappelijke publicaties, papers, allerhande studies. Maar ja, een management samenvatting vind ik heel interessant. Een paper werkt vaak met een abstract. En daar staat dan net niet genoeg informatie over, maar eigenlijk zou je naar een ander soort communicatietool moeten gaan, waarbij dat je zeker weet, het gaat gelezen worden en alles staat erin. En eventueel al met een beetje beleidsaanbevelingen. Ik had er ook gesproken over die maatschappelijke link. Dat zou heel handig zijn. De site van Scimingo geeft het ook aan, dat er maar 0,6 lezers gemiddeld zijn van een wetenschappelijke publicatie. Maar two pages, dat kost een extra tijd en moeite, maar dat kan wel een handige aanvulling zijn van het onderzoek. Wij doen het ook, wij lezen heel veel studies en wij proberen dan ook in een two pages dat klaar te spelen om bijvoorbeeld te versturen naar de parlementsleden of de studiediensten van de politieke partijen. Tweede puntje is speed dates met Middenveld. Eigenlijk, ja, middenveldsorganisaties zijn op zoek naar informatie, hè. Ik heb al heel vaak afgesproken met een aantal onderzoekers. Ja, dat kan een half uurtje zijn, drie kwartier, een uurtje. Dat hoeft niet lang te zijn, maar eigenlijk ga je dan systematisch je dossier gaan uitwisselen. Belangrijk is dat je ook identificeert vanuit jullie kant dan, van oké, wie zijn eigenlijk mijn stakeholders? Wie heeft de baat bij mijn onderzoek? Dat kan je proactief gaan doen, maar ook vanuit het middenveld moet er meer gezocht worden naar informatie. Ik probeer dat wel altijd te doen, omdat ik graag met argumentatie werk. En dan heb ik toch liever dat dat uit een gerenommeerde studie komt of uit een onderzoek. Spreek je lokale, regionale politicus aan? Ja, ik heb dat al gezegd, dat kan gewoon. Hè. Dat is niet moeilijk, die mensen leven ook van informatie. Voor ons is het ook niet altijd eenvoudig om contact te hebben met hen, maar als uw boodschap al meegegeven wordt, dan kan het zijn dat iets opgepikt wordt. Breid je netwerk uit met journalisten.
dat is één zaak. En ik snap dat dat een heel moeilijke opdracht is. Omdat wij bijvoorbeeld moeten echt wel lange termijns contracten onderhouden, contacten onderhouden met journalisten om steeds meer op de agenda te krijgen. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe dat zij bijvoorbeeld werken. Die hebben heel vaak een redactievergadering op een bepaald uur. Hè. Meestal zo 11, 12 uur. En meestal is het ook interessant om nieuws aan te leveren voor 15 uur, omdat dat dan nog gepubliceerd kan zijn. Dus daar moet je ook al een keer met communicatiemensen over nadenken, van oké, hoe kan dat best? Samenwerkingen heb ik opgehamerd, dat kan heel interessant zijn. Ik heb al verwezen naar die groene warmte, pleidooi groene warmte, waar dat we ook hebben laten tekenen door experten en onderzoekers. Communicatietraining, ja, dat is iets wat wij ook doen. Hè. Het gaat zowel over hoe ga je debatten aan, als hoe sta ik als woordvoerder dan mensen te woord. Dat is heel belangrijk. Daar kort zou ik kunnen zeggen, als wij een persbericht bijvoorbeeld schrijven, dan is dat heel vaak van hetzelfde stramien. Maximaal 3 kernpunten, 1 pagina, 1,5 pagina. Met constant dezelfde volgorde, zijnde een inleiding en dan een stuk waarover dat gaat en dan de kern, hè, de beleidsaanbeveling. Ja, jullie kunnen ook op een andere manier mee spelen. Dat hoeft niet per se beleidsaanbeveling te zijn, maar wel iets van oké, waarom is het belangrijk of relevant voor de maatschappij? Een vraag dan dat ik me stel is van, zou persberichten een idee zijn voor om dat te laten doen? Hè? Bijvoorbeeld een PhD is klaar, oké, hoe gaan we dat nu? Stopt dat daar? Of kunnen wij daar bijvoorbeeld met de universiteit of hogeschool een persbericht van maken? Dat vind ik ook wel interessant. Want zo krijg je wel wat aandacht. Hè. En dan, laatste puntje is van, ik heb het al gezegd, van we moeten meer een aantal maatschappelijke linken maken in papers. En ik snap dat dat niet makkelijk is, of zelfs gewoon niet van toepassing is. Maar dat zorgt er dan natuurlijk wel voor dat dat heel interessant kan worden voor verschillende mensen. En dan zou ik vaak, als het over klimaat gaat bijvoorbeeld, dan je kan een subthema bekijken van klimaat, maar je zou ook kunnen zeggen van ik doe heel mijn onderzoek en ik eindig met een soort van outlook naar dat is op Europees niveau aan het gebeuren rond klimaat. En dan moet je verwijzen naar de European Green Deal bijvoorbeeld, maar ongetwijfeld gaat dat ook op voor verschillende andere onderzoeks thema's. En dat was het eigenlijk een beetje. Ik ga hier mijn presentatie stoppen en we luisteren naar de vragen, alsjeblieft. Dankjewel, Tycho. Ik denk dat er heel veel materiaal is om vragen over te stellen. Ik zie er een paar binnenkomen. Ik ga er eentje stellen van iemand van wie ik niet kan zien wie het is. De andere mensen ga ik dadelijk uitnodigen om eventjes in te pikken in het gesprek. Maar ik lees dus eerst een vraag van iemand die zich er niet comfortabel bij voelt om de toegang tot een bedrijf, of als je toegang hebt tot een bedrijf, daar dan het nieuws mee op te zoeken. Die schrijft, als je in je onderzoek veel contact hebt met een bedrijf, zoals Total, vanwege toegang tot data en je bouwt een bepaalde band op, is het dan niet vreemd om nieuws te brengen en die agonistische houding in te gaan? Ja, ik snap die vraag. Ik snap van waar dat komt. Want ja, bedrijven zijn heel, heel gevoelig aan dat soort uitwisselingen. Wij komen dat ook vaak tegen. Wij hebben ook allerhande projecten waar dat wij met bedrijven samen zitten. Ook met Total, bijvoorbeeld. En dan ga je op zoek naar een goede verstandhouding daarover. Wie kan die informatie delen? Wat mag daarmee gebeuren? Maar ik zou dat ook nooit gebruiken tegen hen. Dus ik zou zeggen, stel je voor dat je een onderzoek doet en dat je een aantal bedrijven nodig hebt, dan zou ik los daarvan nog altijd gewoon de boodschap uitdragen zonder de publiek gevoelige informatie. Dat is een beetje durven geven en nemen. Wij zijn bijvoorbeeld ook met een gesprek geweest bij Total en dan vroegen die ook constant van, je gaat toch niet meer communiceren over ons? Natuurlijk, wij gaan nooit iets beloven daaromtrent, maar je kan dan wel achteraf toch nog communiceren over Total en dat is dan een beetje meer misschien achter de rug, maar voor ons is dat wel een manier dat soms werkt of soms nodig is. Het is ook heel vaak dat wij zien dat wij pas gehoord worden als er pas een bezwaarschrift komt of zo, dus de relatie moet eigenlijk al een beetje troebel zijn
om het nog troebeler te maken. En dan wordt het interessant. Dus ja, dat kan. Je moet daar voor jezelf over nadenken of de agonistische houding de juiste manier is. Je zou ook... alleen, het is ook niet altijd conflictopzoekend. Of wij hebben er dan misschien wel voor gekozen bij Total na het gesprek om meer de beleidsmatige kant te gaan benadrukken en niet per se over hen te hebben. Dus je kan ook zo je boodschap een beetje fragmenteren en richting geven. Oké. Okay. Moest er daar nog iemand een aanvulling op hebben, kan je het ook nog altijd, of een verdere vraag, kan je het ook nog altijd delen. Ik zie hier een vraag van Selma. Selma, kan jij die zelf eventjes stellen? Moest jij je camera en micro kunnen aanzetten? Ja, ik doe onderzoek naar twee bedrijven in Kenia. En het kost heel veel moeite om al toegang te krijgen. En ook te participeren in bepaalde community. Veel community meetings houden ze. Hè, om bijvoorbeeld toestemming te krijgen voor verplaatsing. Hè, dat ze het land mogen krijgen. En dat gaat niet altijd helemaal volgens de standaarden. Dus vandaar die vraag van als je die toegang wel wil krijgen en je ziet dingen waarvan je denkt van ja, dit gaat niet helemaal goed. Zoek je dan de pers op of niet? Dus daar ben ik nu, het gaat ook om Kenia, dus het moet ook allemaal wat lokaler. Maar daar ben ik bijvoorbeeld mee bezig van hoe pak je dat aan? Maar ja, uw antwoord vond ik wel nuttig. De andere vraag ging inderdaad over Instagram bijvoorbeeld. Ik zit daar zelf ook op. En is dat een goede communicatiemiddel voor dit soort om nieuws uit te dragen? Want je hebt natuurlijk vaak ook wel, ik werd dus door één account opeens gevolgd en die hebben, volgens mij stuurde die ook een direct message over van goh, volg ons en dan krijg je informatie hierover. En ik dacht eerst echt even, wat is dit precies? Want het was een net nieuw account. Dus ik was benieuwd hoe social media hier een rol in speelt. Ja, en misschien als ik mag aanvullen, denk ik, bij uitbreiding is het voor... Dat is een vraag die wij ook veel krijgen. Sociale media in verschillende vormen. Hè. Dus Twitter is nu bijvoorbeeld, denk ik, ook wel een van de gekende, of zelfs TikTok-kanalen. Dus misschien voor ons ook interessant dat je op meer dan Instagram ingaat. Bedankt, Selma. Ja, goede vraag. Mocht ik een communicatie-expert zijn, zou ik zeker nog beter antwoorden geven. Twitter vind ik heel interessant, omdat je daarmee samen in discussie kunt gaan met beleidsmakers zelf. Hè. Dus heel veel ministers zitten er zelf op. Dus als je dan bijvoorbeeld zegt, Ad Zualdemir, dan gaat hij dat ook lezen. Ook heel veel onderzoekers zitten daarop en dat is wel interessant, omdat je dan ook direct weet van, oké, wie zijn eigenlijk mijn stakeholders? Dus je doet eigenlijk aan een soort van makkelijke identificatie. En de algoritme werkt denk ik ook zo dat je steeds meer van dezelfde soort mensen vindt. Instagram, ik denk intern bij ons wordt dat wel gebruikt, intern, extern vooral gebruikt, dat wel een mooie manier kan zijn om je onderzoek in de picture te zetten, maar dat niet het grootste bereik gaat opleveren. Facebook kan ik ook niet echt over oordelen, maar ik denk dat als je wil scoren, dat dan toch wel voornamelijk de pers is en vooral de radio. En ik denk dat er toch wel heel vaak nu podcasts worden gemaakt, in de wereld van Sophie bijvoorbeeld, of zo, dat wel een interessante piste is om daar eens uitgenodigd te worden of jezelf uit te nodigen. Ik weet niet dat werkt. Maar dat wel heel veel meer bereik oplevert dan dat je denkt, dan wat dat sociale media oplevert. Ik denk, als wij doen constant eigenlijk een persbericht, zowel een persbericht wordt verstuurd naar alle perscontacten van BBL, dat wordt ook op Facebook gezet. En dat je gewoon meer kunt scoren met een persbericht in de pers te krijgen dan te delen via Facebook. Een opiniestuk daarentegen, dat is denk ik wel iets dat te overwegen valt om de publieke opinie te bespelen. Dat gaat niet via Facebook gebeuren, want dan moet je echt al via advertenties en zo werken om meer bereik te hebben. Dat doen wij ook wel soms, om naar petities te gaan en dergelijke meer. Maar misschien is Instagram wel lollig om wat visuals te maken. Dan zou ik dat misschien op die manier doen. Dus ik denk dat elk communicatiekanaal zijn eigen doel heeft.
Maar dat, ja, ik zeg het, de pers, de geschreven media en de radio's toch het beste werken. Ik ga misschien nog snel inpikken. Tycho, je mag me natuurlijk tegenspreken, maar ik denk dat wij sowieso vanuit Saimingo ook een beetje dezelfde visie en ervaring hebben dat andere media, dus dat we niet altijd in tekst moeten denken. We geven ook een podcastopleiding, een videoopleiding, omdat zeker op sociale media of sowieso het internet in brede zin, dat wel impact kan hebben. En inderdaad, veel universiteiten en andere instellingen hebben een persdienst. Je kan altijd vragen met je onderzoek naar hen gaan en ondersteuning vragen over hoe communiceer ik dat en is mijn boodschap duidelijk. Dus ja, wil ik nog eventjes toevoegen. Ik weet niet, Selma, of dat je daar nog op wil doorvragen of dat jouw vraag beantwoord is. Hij is beantwoord, hartelijk dank. Oké, dankjewel. Ik zie dat er ook nog een vraag is van Luc. Misschien kan hij intussen aansluiten. Zo niet, zal ik het in zijn naam stellen. Ik ben aan het kijken of hij erbij komt. Ja, welkom. Ja, nu zou het moeten lukken. Yes, we horen je, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, mijn vraag was, Tycho, een beetje, je hebt een stukje over PFOS, je reactie gepraat. Er is onlangs die commissie geweest in het Vlaams parlement, die haar eindrapport ook heeft voorgesteld. Er is wel wat over te doen geweest. En dan vraag ik mezelf een heel concrete vraag misschien van, ja, hebben jullie daar ook op gewogen? Is dat gelukt of lag dat toch wat moeilijk, omdat je moeilijk toegang kreeg tot die parlementaire? Was je daarbij betrokken? Kun je daar iets meer over zetten? Want dat zou mij wel interesseren. Ja, maar enerzijds op het eindverslag heb ik verteld, hebben wij gewogen met onze aanbevelingen, dus die zijn mooi opgepikt geweest. Maar door de PFOS-onderzoekscommissie heen, opgericht ergens in juli, hebben wij wel een aantal keer gevraagd, of kregen wij de vraag vanuit politieke partijen, van wie moeten wij nu gaan horen. Hè? Dus dat ging dan vaak over dus, onderzoekers, toxicologen en dergelijke meer, dat wij hebben aangeraden, waar dat wij al mee in contact zaten. Dus die namen, ja, die gaan jullie dan wel zien op de onderzoekscommissie-website. Maar het was wel een bewuste keuze van ons om daar niet te veel in betrokken te zijn, omdat dat ook te gepolariseerd werd. Hè? Want dat ging dan voornamelijk over politieke verantwoordelijkheid. En dat is dan weer iets waar wij zeggen van, wij spreken ons daar niet over uit. Wij hebben dat wel constant in de gaten gehouden van, oké, zijn daar nieuwe inzichten? Hè? Dus echt inzichten als een inhoud. Dat was voornamelijk het eerste deel van de PFOS-onderzoekscommissie, waar dat er heel veel, ja, gegevens rond wetenschap, wetenschappelijke vooruitgang, hoe zit dat met biomonitoring en dergelijke meer aan bod kwamen. Dus hebben we heel goed in de gaten gehouden. Maar vanaf dat het eigenlijk over politieke verantwoordelijkheid ging, dan hebben wij onze handen eraf gehouden. Maar we hebben wel ondertussen veel contact gehad met de mensen die daarin zaten, omdat het wel interessant was natuurlijk om vanuit onze kant vragen te stellen. En dus hebben wij een aantal politieke contacten die dan vragen stellen voor ons, alleen niet voor ons, maar voor het belang, voor het maatschappelijk belang. Dus dat was wel interessant. Op die manier kun je altijd wegen op onderzoekscommissies. Maar ook, ik zeg het, er bestaan ook heel veel hoorzittingen en dan kan je ook als onderzoeker je stempel drukken door vragen te stellen, vragen op te stellen en ook ja, zelf richting te geven aan de debat. Ja. Luc, kan je daarmee verder? Ja, dank je wel. Oké, dank je wel voor je vraag. Ik zal misschien, tenzij iemand zijn hand nog opsteekt of nog een vraag in de chat of Q&A zet, misschien nog afsluiten met eentje. Je hebt het vooral over acties waarin eigenlijk wel wat conflict nodig is of opgezocht moet worden. Maar ik denk dat er bij veel wetenschappers ook net soms wel wat frustratie leeft over het gebrek aan wetenschappelijke correctheid in maatschappelijk debat of nuance. Vind jij dat een wetenschapper er ook toe in staat is met, kan zijn met jouw technieken of om net een beetje te milderen of wetenschappelijke info te proberen toevoegen aan dat maatschappelijk debat? En denk je dan aan een bepaald kanaal? Ik weet bijvoorbeeld over PFOS nu. In het begin
werd ik gecontacteerd, omdat we dan zogezegd expertise hadden op PFOS. Maar ik was die ook nog maar aan het uitbouwen, terwijl dat die expertise eigenlijk elders lag. Hè. Die lag al bij onderzoekers en dergelijke meer. Ik spreek nu niet per se over Vlaanderen, maar wel internationale toneel. En ja, heel veel vragen. Ik kreeg heel vaak de vraag van journalisten, van, geef mij eens diegene die dat kunnen bevestigen, wat dat je zegt. Hey, en dan kan ik als middenveldsorganisatie bepaalde namen doorgeven van mensen die ik toen had in mijn geheugen zitten. Dus op die manier kan dat wel. En ik denk dat dat dan een beetje de kern was van het einde, van mijn laatste slide, van die samenwerking met bijvoorbeeld Middenveld. Ja, weet dat wij extreem veel telefoons krijgen met vragen van oké, wie kan mij nu een keer hier iets over zeggen? Dus ja, als wij weten, als wij identificeren wie dat daarmee bezig is op onderzoek, dan ja, kunnen wij dat ook doorgeven. Maar anderzijds snap ik dat wel in de wetenschappelijke correctheid. Hoe dat ik dat zou doen, is inderdaad gewoon mensen doorgeven, telefonisch, van kijk, die kunnen dat bevestigen. Dan heeft het kranten... Eigenlijk is het ook een win-win voor het krantenartikel zelf, voor de journalist in kwestie, dat dan ook nog eens gestaafd wordt op een andere manier. Ja, dan kunnen wij ook meer de beleidsmatige kant gaan invullen en kunnen onderzoekers meer de wetenschappelijke context geven. Dus dat vind ik wel een interessant gegeven. Denk ik nog aan iets anders? Goeie vraag. Ik kan misschien aanvullen dat een manier ook die kan helpen daarvoor is, je hebt ook online tools, bijvoorbeeld de expertendatabank, waar je jezelf als wetenschapper kan registreren en waar een journalist bijvoorbeeld in kan gaan zoeken als die snel een expert nodig heeft. Ik denk dat ik jouw antwoord, Tycho, een beetje kan vertalen ook als van durf naar buiten treden, ook als je niet één heel specifieke mening op een specifiek moment wil lanceren en durf een netwerk uitbouwen. Absoluut. Het is eigenlijk vaak omdat er niet geweten is van elkaar wie dan met wat bezig is, denk ik wel dat een oorzaak kan zijn. En ik zeg, ja, journalisten nemen altijd de telefoon op. Dus als je iets kunt leveren, natuurlijk, je moet wel aan de gsm-nummers geraken en dergelijke meer. Dat is misschien een moeilijkheid, maar de e-mailadressen zijn alleszins heel makkelijk en altijd volgens dezelfde stramien. Dus daar zit het probleem niet, denk ik, in. Voilà. Oké. Okay. Dan moedigen wij natuurlijk alleen maar aan vanuit Zijnwinkel. Ik ga in de chat nog eventjes de link zetten naar onze nieuwsbrief, want dan kan je daarin ook de komende cursussen telkens en lezingen vinden. Nu, waarom is het zeker belangrijk om dat toe te voegen? Een aantal van de dingen die Tycho heeft gezegd, kan je ook wel wat vinden. Er is bijvoorbeeld een lezing geweest over Twitter door Esther de Smet, wat dan toch misschien een laagdrempelige manier is om je al een beetje in de markt te zetten of je kennis te tonen dat je expert bent in een bepaald thema. En als het gaat over andere media, dus als je zelf populair wetenschappelijk wil leren schrijven voor stukken zoals EOS en dergelijke, wat ook kan helpen om een breder publiek te bereiken. Dat bieden we ook aan. En binnenkort is onze video- en pitching-workshop. En daar kan je nog voor registreren. Dus via de nieuwsbrief en via onze website vind je die informatie. Ik denk dat we alle vragen beantwoord hebben, dus dan gaan we afronden. Tycho, heel erg bedankt voor jouw tijd en jouw lezing. Wie wil, kan het achteraf ook nog eens herbekijken. Het zal op YouTube gezet worden, dus je kan het ook delen en op die manier meer en meer mensen inspireren. Dank jullie wel allemaal om te volgen. En dank je wel, Tycho. En hopelijk tot volgende maand, als we opnieuw een lezing hebben. Ditmaal van Siri Carpenter, die een heel interessante wetenschapsjournalist is. Dus hopelijk tot dan.